Assalamu alaikum, Mohammed. Welkom, salam. Wat leuk om hier te zijn bij jou. Je hebt wat foto's neergezet, want jouw vader is ook als gastarbeider hier naar Nederland toegekomen. Ja. Kun je misschien een foto erbij pakken? Bijvoorbeeld deze. Dit is mijn oom. En hij was een van de weinigen die echt een stijlvolle oom was. Dat zie je ook, zeg maar, in deze foto. Een soort bank, het is behang. Hij houdt echt van het leven. Hij geniet ook. Je ziet ook bijvoorbeeld, je zit hier een simpele tafel, maar er staat wel een vaas met rozen. Ja. Snap je wat ik bedoel? En er zijn geen neppe bloemen, er zijn echte bloemen. Ja. Die pluk, die is bijna zelf geplukt zelfs. Ja, maar kijk, je ziet, alles is ook gewoon netjes. Ja. Noem eens een hele mooie actie van je vader die hij heeft gedaan, behalve de reis om naar hier toe te komen. Nou ja, ik vond die actie van de reis hier naartoe komen, vond ik al heel bijzonder. En ik denk niet dat er een andere actie is die dat overtreft. Ja. Kijk, mijn vader die was hier ongeveer, laten we zeggen, 31. Dat is de leeftijd die ik nu heb, 31. En als ik me vergelijk met mijn vader, denk ik, mijn vader, als het gaat om lef, dan doet hij dat veel beter dan ik, denk ik. Hij was ook wat meer zelfverzekerder voor iemand die in onzekere tijden leeft. Vind ik het knap. Hij wist wel wat wel kon en wat niet kon. En hij heeft ook altijd gezegd tegen mij, ook van, hey, shit, je leef. Maar vergeet ook niet dat je ook elk moment dood kan gaan, weet je. Ja. En dat is denk ik een boodschap wat ons allemaal een keer is verteld. Ja. Dat is volgens mij een islamitische kernboodschap. Ja, weet je, leef, maar vergeet niet dat je ook morgen er niet kan zijn. En met andere woorden, doe gewoon vooral de dingen wat je leuk vindt. Dat is ook de wijste les die je van je vader kan hebben. Ja, een van de meest wijze lessen, ja, tuurlijk. Hoe is het met kunst en cultuur en muziek? Was er bij jou thuis met de muziek gestopt? Nou, je ziet het hier ook, hè. Mijn vader die was heel erg gehecht aan zijn radio. En vroeger had je Radio Fantasia uit mijn hoofd. En er was ook een programma heet De Paspoort. Met de bekende regisseur/presentator Najib, die al inmiddels al overleden is. En die had altijd wel heel fijn muziek. Hoe was eigenlijk werd het thuis ook gewoon heel veel met muziek? Of, want je bent een theateracteur. Dus hoe ben jij een beetje... Mijn vader is echt een verhalenverteller. Okay. En dat merkte ik altijd als we op bezoek gingen. Dan had je, je kent het wel, echt het rondje, zeg maar. Zo'n cirkel. Alsof je in de klas zat, zeg maar. Met, ja, dat. En dan was hij de enige die het woord had. Maar hij had altijd van die anekdotes waar je echt heel graag naar wilde luisteren. Ja, maar die zelf ook altijd om lachen, zeker? Hij was echt een grappenmaker. Hij staat ook bekend in de familie ook als de grappenmaker. Ja. Misschien heb ik het een beetje daarvan.